Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Altijd. En welkom bij alweer een nieuwe video. Let's go! Nieuwe video. Ja, wat gaan we nu bespreken? Ja, let's go. Wat gaan we nu bespreken? Ik weet het zelf ook niet, maar ik wil gewoon eventjes een nieuwe video maken om te zeggen dat ik waarschijnlijk bij Team of the Year, dus ja, bij FIFA 23, Team of the Year, een streampje ga doen. En waarom ga ik dat streampje doen? Dat ik zelf wil zeggen van, ja, ik wil een streampje doen en ja, dus bij Team of the Year ga ik een streampje doen als het 12 normaal impact is. Ga ik datzelfde weekend, zaterdag, een streampje doen. Ik ga binnenkort zelfs nog uitleg geven van hoe of wat ik ga doen bij Team of the Year, maar nu weten we zelf nog niet wanneer dat Team of the Year in impact gaat zitten, dus ja, dus we weten nog niet hoe of wat dat Team of the Year gaat worden en ja, en wie dat er in Team of the Year gaat zitten weten we ook nog niet. Maar ik hoop dat Virgil van Dijk in Team 4 gaat zitten. En dus bij Team 4 ga ik een serieuze pack-opening doen. Jullie hebben de laatste FIFA-video waarschijnlijk gezien. Ik had er waarschijnlijk nog geen opgenomen, maar die ga ik niet editen. Ik weet het niet. Ik heb echt niet echt goede dingen. Goede ervaringen met editen van FIFA-content. Maar binnenkort, over enkele weken, ga ik terugstarten met OHL carrière modus op mijn kanaal. Waarom ga ik dat doen? Omdat ik zelf wil mijn OHL carrière modus doen. Ik weet het, het gaat waarschijnlijk eventjes duren voordat het eigenlijk een aflevering online komt. Normaal dacht ik die de eerste dag te doen, maar bij dingen van Team Gear en zo en bij FIFA zelf, dat ik zelf zeg van ik heb niet zoveel FIFA gespeeld deze tijd. Daarom heb ik eventjes gewacht, heb ik een maandje gewacht met het uploaden van dus van OHL carrière modus. Omdat ik zelf een maandje lang nog FIFA moest gewoon worden. Want ik speel heel veel Ultimate Team tegenwoordig. En dan raak ik zelfs niet gewoon. Dus het is gewoon worden van Ultimate Team. En dan pas kan ik eigenlijk mijn carrière modus beginnen spelen. Dat gaat een tijdje duren. Voordat de eerste aflevering gaat online komen. Want ik ga beginnen met 10 wedstrijden per video. Dus 10 wedstrijden per video ga ik opnemen. En het kan wel even een weekje of zo een weekje duren voordat ik de 10 wedstrijden heb opgenomen. Dus ja, ik ga dat ook via OBS opnemen en gewoon met mijn webcam. Dus zo ga ik dus mijn carrière modus uploaden en editen en zo. Dus ja, er komen heel wat kleine details aan en zo. En elke video ga ik proberen toch weer een shout-out te geven aan iemand. En ja, maar de intro's neem ik altijd op met mijn camera. Maar de gameplay ga ik opnemen met de webcam. En ja, ik weet, het gaat misschien een tijdje duren vooraleer dat er dus een eerste aflevering online komt. Maar niet getreurd, er komt sowieso een aflevering online. Maar we weten niet wanneer dat het gaat komen. Ik ga proberen ook om deze serie af te werken. Ik ga proberen met OHL dan. Ik ga proberen dan met OHL dan dus in de Champions League te geraken. Of toch in Europese competitie te raken. En dan de finale te spelen van de Europese competitie. Het eerste doel is gewoon het winnen van de competitie. Van de Belgische competitie en het winnen van de Crocky Cup. Kunnen we dat? Dan kunnen we misschien verder zien voor dus het Europese. En we zullen wel zien hoe ver dat we raken dus bij het spelen van de OHL carrière modus. En ja, ik heb dus het heel doel van dus mijn OHL carrière modus te spelen. En ik ga zo dadelijk al beginnen met de eerste opnames, denk ik. Ofwel, is dat morgen ofwel. Ja, ik ga beginnen met de eerste opnames en ja, dan gaat de opnames zeker gebeuren met van de OHL carrière modus. En we weten niet wanneer dat gaat eindigen, want ik ga 10 potjes per video spelen. Dus dan moet ik er 3 à 4 afleveringen per seizoen maken. Dus zien jullie dat zitten, smijt dan zeker een like button. Abonneren beneden voor meer content. En dan zie ik jullie guys graag terug bij de OHL carrière modus. Dat gaat een van jullie volgende video's worden, denk ik. Daar hebben we nog tijd genoeg voor die te editen. Dus ja, let's fucking go.
Original carrière modus, hier wie kwam. Maar ik heb zeker een weekje voor nodig voor één aflevering op te nemen. Dus ja, let's go. We zullen wel zien hoe of wat we eindigen met de original carrière modus. En ja, het wordt een terug aflevering ongeveer. Een half uurtje, drie kwartiers. Ga ik proberen. Misschien een uurtje. En ja, zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. En dan gaat de original carrière modus worden waarschijnlijk. Of een video daarna. Dus ja, let's fucking go. Ik zie jullie guys graag dan. Ik zie jullie graag terug in een nieuwe video. Bye bye. Bye bye.